boek dat ik aan zou willen raden is Van de Koele Meren des Doods van Frederik van Heden. Het is een ontzettend oud boek in hele oude en belegen Nederlandse taal. Nou, ontoegankelijke taal, moet ik eerlijk zeggen. En ik zie hier iemand die schrijft, het is een ontzettend saai, lang boek over het oninteressante leven van een zeurend meisje. En dat klopt eigenlijk gewoon heel erg goed. Dat is het leuke eraan. Ondanks dat het dat is en het in heel oud Nederlands geschreven is, het is niet meer toegankelijk, het is archaïs. Kwam ik erin en ik las het in de winter en op een gegeven moment dacht ik dat ik haar was, zeg maar. En ze is heel ongelukkig, de hoofdpersoon van dit boek, waarom is eigenlijk niet precies duidelijk, dus je zou haar een zeurkous kunnen noemen, maar omdat de schrijver... Ik denk omdat hij ook zelf psychiater is, tenminste dat is wat ik maar gewoon zo'n beetje erbij verzin. Zo ontzettend precies haar gemoedstoestand weet te beschrijven. Op een manier dat je denkt, zo heb ik mij ook ooit gevoeld. Doet het er eigenlijk helemaal niet toe dat ze zo'n zeurkous is. Soms voel je gewoon zonder reden zo. En bleef ik toch bij haar en in de tweede helft wordt het zelf nog een beetje spannend. Kan ik je vertellen. Het wordt zelfs nog, anders dan het saaie zeurkous. Heel spannend.